Sjaak Grubbe en Grit Klerk geven boekend een gezicht met een dik boek. Eindelijk is het af. Samen met de inmiddels overleden historicus Lambert van Hout hebben ze de ontstaansgeschiedenis van boekend beschreven. Hun geesteskind zag dinsdagavond het licht in een bomvolle Boosterhof. Het boek, het gezicht van de boekend, beschrijft ruim 700 jaar geschiedenis. Een schitterend, werkelijk schitterend boek over de boekend, over het verleden. Maar het werkt ook door naar de toekomst, want de boekend is nog steeds het dorp, het kleinste dorpje in de gemeente, maar wel het schoonste dorpje wat er is. Het initiatief voor het gezicht van Boekend komt van de Blerikse historicus Lambert van Hout, die afstudeerde aan de Universiteit in Düsseldorf op middeleeuwse geschiedenis. Toen hij 8 jaar geleden overleed, hadden Griet Klerken en Jacques Grubbe beloofd het boek af te zullen maken. Het manuscript echter bleef enige tijd onaangeroerd. Toen heb ik echt gedacht, nou ja, waarom zeggen ze dit dan niet als het niet lukt? Hè? Daar heb ik alle begrip voor, maar ik wil het wel weten. En toen ben ik een klein beetje van streek geraakt in het huis van meneer Huis. U bedoelt Theo Huis, de toenmalige gemeentearchivaris? Precies, de toenmalige gemeentearchivaris. En ik zei, nee, ik praat er niet over, ik ga naar huis. Nee, je gaat niet naar huis, wij lossen dit op, zei hij. Ik moet weten wat er aan de hand is. En toen heb ik mijn hart gelucht en ben even wat overstuur, flink overstuur geweest. Maar van die tijd af heeft hij zich ermee bemoeid en is het goed gaan lopen. Nou, toen heb ik haar toegezegd dat ik zou proberen het boek tot een goed einde te brengen. En u hebt Grit Klerke en Jacques Grubbe samengebracht en gezegd, we gaan nu een plan opstellen hoe we het boek af gaan maken. Ja, en een tijdsplanning. Want zonder tijdsplanning zijn dit oeverloze projecten. Die tijdsplanning, het werd toch nog 8 jaar uiteindelijk. Ja, de tijdsplanning was echt zo ruim. Niet was de bedoeling geweest dat het natuurlijk veel sneller klaar zou zijn. Maar gaandeweg bleek dat er toch veel meer nog gedaan moest worden dan we toen dachten. Het boek is af. Ja dat is een hele aparte ervaring en ook een hele grote opluchting. En we vallen nu denk ik even een klein gat. Ja, uw vrouw zei, Jacques gaat nou in de gat vallen. Ja, en ze heeft al gezegd tegen mij, van, nou kun je ook weer thuis wat doen. Je zou zeggen, zo'n klein plaatsje als Boekend, dat zou je toch zo, een pagina of 50, dan ben je toch zo'n heel eind. Maar wij hebben het volledig willen doen. We hebben een volledige geschiedenis geschreven over de grotere boerderijen, de kleine boerderijen, de daglonershuisjes, de bewoners, alles wat we maar konden vinden. Vanaf de late middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog. Waar begint het eigenlijk? 1270, dat is een document over een boerderijcomplex, rederij. En dat is op een gegeven moment in 1499 is dat gesplitst in twee ook grote boerderijen. Die alle twee nog qua naam zeker bestaan. Maassenhof hiernaast en Mulkeshof, wat helaas is moeten wijken voor de 73. Hebt u er nooit aan gedacht om net als Lambert van Hout geschiedenis gaan studeren? Jawel, daar heb ik wel aan gedacht. Toen ik in de VUT ging had ik 3 mogelijkheden. Ik kon biologie gaan studeren, Spaans of geschiedenis. Het is er allebei niet van gekomen. Ik had het te druk. Onder andere met de geschiedenis van de boeken en met stamboomonderzoek enzovoorts. Het zal er niet meer van komen, vrees ik. Het boek Het Gezicht van Boekend, een gemeenschap met geschiedenis, is verkrijgbaar bij het gemeentearchief in Venlo.